Dus we hebben net geprobeerd de AG Color, AG Kleur, met toch een zo'n perfecte imitatie eigenlijk van een vorentje uiteindelijk, dus het rode staartje. De buik is in het parelmoer en terug je zwart. Het lijkt net echt een rietvorentje eigenlijk. We lagen nog maar 10 minuutjes in eigenlijk, een kwartiertje aan het vissen. We hadden net een heel mooie aanbeet. Kijk, daar is hij. Weer perfect, het stingertje alleen. Gehaakt. Het kunsthaas blijft mooi buiten het bereik van die scherpe tanden. Tot jongen. Kijk maar. Opnieuw het verschil. AG-Core hebben we nu net even in de spieringgeur gelegd. Dus het werd een beetje minder van aanbeten. Ja. Dus ik heb in het zakje een nieuwe secret sauce van Fishbelly gedaan. Spieringgeur. En zelfs op het moment dat de vis minder actief is, met de gewone shad heel stil hangen boven de bodem, doen ze toch die aanbeten opnieuw. Dus toch is het duidelijk. Kijk, ze hebben zelfs heel de shad binnengenomen. Helemaal in. Dus het moet toch zijn dat dus net dat klein beetje verschil, net die geurstof eigenlijk, maakt het verschil toch tot die aanbeet ja of nee. Kijk maar, helemaal binnen. Dat maakt hem al boos. Kijk, ik moet echt gedacht hebben, dit is een echte spiering. Let go now, look. He bites on it. He won't open his mouth. Sorry guy, it's not real. You can't eat it. Took the one hook. Yeah. Nice. How are you convinced? Start. So it's number 17. Nice fish. At some point it starts to be normal. Okay, you got another fish, we just keep on talking, but that is not the way it should be. They're really fighting very hard. Should be coming up now. Oh, look at the size. It's blue. Therefore, it's working very well. Purple minnow belly. Yeah, you're right. The fins are blue. That's what I'm saying. Yeah. They really got the same color. I think they're hunting there each other. I think they're hunting themselves. Yeah. Look, they get into each other, take it out. Let go. Look at the color. It's exactly the same color. See? Yeah.
Ja, fins. He can go again. Aji!